Op 24 februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen. Oorlog in Europa. Plots is het werkelijkheid. Tientallen duizenden sterfgevallen. Totaal verwoeste steden. En trauma's voor het leven. Civilian people in the car with no head because they were shooting. Hoe gaat het met deze mensen? Papa, zo moeie. Zet ze horen. En hoe is het met de kinderen? Om dit te onderzoeken, besluit ik om naar Oekraïne te reizen. Om hopelijk nog meer bewustwording te creëren over de situatie. Twee minuten geleden tot aan nu is dus een actieve raketaanval gemeten. Dit is Govert in Oekraïne. Om voorbereid naar een land in oorlog te gaan, moet je veel regelen. De weken voor mijn vertrek hing ik constant aan de telefoon of zat ik achter mijn laptop. Oké, ik heb zojuist een berichtje gehad. We mogen gaan. En we vertrekken vannacht. Na nog een aantal extra verzekeringen afgesloten te hebben, was het 2:00 s'nachts. Zo, oké. Nou, goedemorgen, goedenacht, hoe gaan we het zeggen? We vliegen vanuit Schiphol naar Oost-Polen. Onze vlucht gaat 7:00 in de ochtend, dus ik ben er vroeg bij. Het luchtruim boven Oekraïne is sinds het begin van de oorlog afgesloten. Ik moet anders ook naar Warschau vliegen, om vanaf daar met de bus verder te gaan. Aangekomen in Warschau, het is 9:00 in de ochtend, we hebben weinig geslapen. Een lange rit voor de boeg dus, maar dit is toch echt de meest snelle en veilige manier om Kiev te bereiken. Are there a lot of people from Ukraine now in Poland? 2 miljoen. En die vluchtelingen waren ook zichtbaar. Rondom het busstation in Warschau zag je duidelijk alle Oekraïense mensen lopen. En ook al zijn we op dit moment nog in Polen, we werden al snel herinnerd dat we niet ver van oorlogsgebied zijn. Oké, de air raid alarm ging net af. Wat en dat betekent? Dat er in Kiev op dit moment een raket gedetecteerd is. Urgently go to the nearest shelter. If there is no shelter nearby, at least 2 walls should separate you from the potential danger, place of projectile impact. Voor de duidelijkheid, het air alarm ging dus niet in Polen af, maar de app meldde ons dat er een raket op dit moment richting Kiev vloog. Maar waarom gaan we eigenlijk naar een land in oorlog? Jochem en ik willen graag gaan onderzoeken wat de effecten van oorlog zijn op het leven van de mensen. Het normale leven. Gaan mensen gewoon naar werk? Kunnen kinderen naar school toe gaan? Op al dat soort vragen gaan wij antwoord proberen te zoeken. En dat zie je in deze en de komende video. Bij de 15.000 likes upload ik dat volgende deel trouwens. Dus mocht je die willen zien, doe dan een duimpje omhoog. Maar er is geen wc in deze bus. Dus dat betekent dat als ze 's nachts de grens overgaan en dus tijdens de avondklok rijden, we niet naar de wc kunnen. Nee, het was niet de meest comfortabele rit die ik ooit heb gehad. En los van de wc die miste, het waren vooral de zenuwen en de spanning dat je iedere meter dat je verplaatste dichter bij oorlogsgebied kwam. En niet zoals in Syrië, waar ik ongeveer 2 maanden geleden was. Dat was ook spannend, maar dit keer zijn we echt in actief oorlogsgebied. En toen gebeurde er iets bizars. We werden uit de bus geroepen. We zijn naar de toilet gegaan, hier op de grensovergang. Jochem, hoe voel je? Opgelucht. Die man uit de bus kwam zo naar ons toe. Liep zo strak gezicht naar ons toe, zo. Jullie twee, komen. Alsof wij zeg maar als Nederlanders eruit gepikt worden. Maar dat is een soort grap, omdat hij wist dat hij heel lang naar de wc moest. Nou, we gaan van bus veranderen. We moeten hier opeens wachten, hier buiten staan. Geen idee waar we zijn, maar dit gebouw hier met al deze prikkeldraad, daar komt nu een bus uitgereden en daarmee gaan we verder naar Kiev toe. En een aantal uur later kwamen we dan eindelijk aan. En zoals je ziet was ik niet de fitste versie van mezelf. We zijn er. Het is 5:00 in de nacht. We zijn er wat eerder zelfs dan gedacht. Ik deed denk ik mijn ogen open en ik dacht, wow, dit is een grote stad. We zijn gewoon opeens in Kiev. Er staan hier allemaal mensen hier beneden ook alweer te wachten om deze bus weer in te gaan om weer het land te verlaten. Dus we moeten ook snel weer eruit. Oh, we zijn er gewoon. Dan sta je gewoon in één keer midden in de nacht in de hoofdstad die je overal op het nieuws hebt gezien de laatste maanden. Ja, dit wordt ons thuis voor de komende dagen.
denk dat we maar even hier een taxietje moeten gaan regelen ofzo. Ja, dat zeg je wel leuk, een taxietje regelen. Maar denk je dat in een stad als Kiev nu je gemakkelijk een taxietje kan regelen? So, how is life in Kiev now? Normal life, yeah. Het normale leven. Het is bijna niet voor te stellen voor mij. En tijdens het horen van deze zinnen kijk ik dan ook om me heen naar de stad. Er is niemand op straat, want op dit moment geldt er een avondklok. Tot nu toe zie ik weinig beschadigingen en lijkt de stad in principe gewoon zoals ik hem kende. Ik ben al meerdere keren in Kiev geweest. En ook al lijkt het nu hetzelfde, het is inmiddels de hoofdstad van een land in de oorlog, die in het begin van dit jaar bijna in Russische handen kwam te liggen. En dat merkten we direct toen we bij het hotel aankwamen. Ah, daar komt iemand aan. Perfect. Okay. De deuren zaten potdicht. Onze taxichauffeur merkte het op en stapte gelijk uit. Mensen letten in ieder geval op elkaar. Terwijl we naar de kamer liepen, zagen we al een pijl die ons vertelde waar de schuilkelder van dit hotel zich bevindt. Goed om te weten. Na een klein uurtje wachten waren onze twee vrienden er. Guys, this is some snacks for you. Can you put that? Yeah, and take it and anytime. Lara en Henry. Onder hun professioneel toezicht gaan wij de komende dagen door Oekraïne reizen. Op zoek naar de plekken die zijn geslagen door de oorlog. Anthem of Ukraine. Playing. Ah, okay, well, they play it every morning or? Yeah, like 7 a.m. in the morning, yeah. Always or only during wartime? I don't remember before, but... Russische militaire voertuigen. Opgesteld om te laten zien wat het Oekraïnse leger al terugveroverd heeft. Maar ook een kreet om hulp. Naar de rest van de wereld. We need body armor, hè? Bescherming. MiG jets, oftewel hè, die vliegtuigen. We hebben nucleaire wapens nodig en raketten die zijn afgenomen van Oekraïne. Wij lokale burgers moeten nu onze eigen stad beschermen. We hebben alles nodig om Moskou tegen te gaan. Alsjeblieft wereld, we hebben jullie nodig. Dit is het goede tegen het slechte. De kinderen in het land willen normale levens, want wij tolereren het niet dat er corruptie is en kwaadheid voor nog eens 50 plus jaar. En het staat hier ook heel mooi, er zijn 5 miljard volwassen mensen in de wereld. Er zijn hier 5000 aan het vechten, dat is 0,000001% van het totaal. En dat is ook wel te verklaren. Ik ga dan een aantal dagen naar Oekraïne, maar ook ik sta niet aan de frontlinie mee te vechten. De rest van de wereld vindt het erg wat er gebeurt. En niet alleen in Oekraïne, maar in alle andere landen ook. In de wereld waar op dit moment oorlog is. Maar waarom onze veilige situatie verlaten voor confronterende en risicovolle situaties? Het zit in de mens om voor veiligheid te kiezen. Maar ik begrijp het Oekraïnse volk wel. Het moet ongelooflijk angstig zijn om opgesloten te zitten in een stad die van iedere kant wordt aangevallen. And these things you probably know from the Second World War to stop tanks. And how is it with work? Is everybody going to work again? And yeah, now in Kiev is like normal life. Yeah, some people lost job, like me in tourism. Hotels you see are empty or semi-empty. In general, a lot of people left, especially women, of course, because men were. Restricted to live straight 24th of February. We were like feeling and talking about the war even before the Christmas time. It was, you know, we just a little bit recovered from COVID, not totally. And now we have this war. It's like you can't live your full life, you know. First, you do not have money and you can't really travel because of COVID restrictions. Now, then you have a little bit period when you can breathe, yeah? And then again, this war. So, like, we feel in crisis, one crisis to the other crisis. Op de tweede dag van de invasie, op vrijdag 25 februari 2022, begon de slag om Kiev. Russische troepen kwamen via het noorden richting de stad. Er werden onder bewoners van de stad die besloten mee te gaan vechten 18.000 wapens uitgedeeld.
Van een massale inval op Kiev was die avond nog geen sprake. Russische grondtroepen verzamelden en versterkten zich op de luchthaven Hostomel, die door de Russen na een hevig gevecht werd veroverd. De dag erna werd door een Russische raket een hoog appartementsgebouw in de hoofdstad getroffen. Delen van het fundament is ingestort. En je ziet nu dat deze heren hier achter mij enorm hard aan het werk zijn om het weer op te bouwen. De televisietoren van Kiev werd getroffen door een Russische raket, waarbij volgens Oekraïnse berichten 5 doden vielen. Een andere raket raakte een holocaustmonument, opgericht ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Babi Yar-massamoord. In deze gehele maand zaten de Russen in dorpen zoals Irpin, Busha en Hostomel. In deze dorpen zijn gedurende deze maand de ergste oorlogsmisdaden gepleegd. Oké, nou, we mogen alleen op dit moment deze kant op filmen, want achter ons staan allemaal mensen van het leger. Ik kan er nu al letterlijk ongeveer 4 of 5 tellen, loopt op dit moment ook eentje naar ons toe. Maar achter ons zien jullie het. Dit zijn de eerste verwoestingen die het meest dicht bij de stad Kiev kwamen, bij de hoofdstad van Oekraïne hier zo. Dit is een tankstation geweest, je ziet ook gewoon nog alle pompen staan. Het is volledig afgebrand ook, er is een explosie geweest en op dit moment wordt achter ons ook onze auto gecontroleerd. Dit zijn gewoon alle wegen die de hoofdstad ingaan. Je moet voorstellen dat wanneer Amsterdam wordt aangevallen, dat ze bijvoorbeeld op de A2 staan. Gewoon anti-tank stoppen, er staan in één keer bunkers op de A2, er staan militairen op de A2 die jou tegenhouden en controleren. En dat is wat er op dit moment hier gebeurt. Het is namelijk zo dat alles wat je nu van het leger filmt, of dat nou locaties zijn, of het personeel zelf, of wat strategische plekken, dat kan allemaal door de tegenpartijen, door Rusland, kunnen worden gebruikt om eventueel weer nieuwe aanvallen te plannen. Het is allemaal informatie in een oorlog, is dat ontzettend belangrijk. Dus uiteraard gaan we daar ook secuur mee om. Maar goed, de eerste verwoesting die we zien in ieder geval hier. Een tankstation. Echt heel dicht bij de hoofdstad. Eigenlijk nog gewoon in de ring. Hey, je merkt nu echt al dat het echt ontzettend goed uitkijken is wat we wel en wat we niet filmen. We gaan op dit moment ook Kiev uit. Dus we gaan nu richting de eerste dorpjes daar. We zijn de auto uitgegaan om even op zoek te gaan naar benzine, zodat we wat kunnen gaan tanken en meenemen in losse jerrycans voor de mensen hier die we zo meteen gaan bezoeken. Maar hier zie je duidelijk de verwoesting. Een volledige supermarkt, een citymarket die helemaal geraakt is. De kogelgaten zitten erin en voor de rest is het zwart van het roet. Daar zie je gewoon nog de schappen staan, ja, waar je sigaretten kon kopen zo te zien. Actually, a few months we couldn't buy any petrol at any petrol station, and now you see this is just like traffic jam. Before it would be a line to buy a petrol. Langzamerhand zagen we steeds meer de schade die de oorlog heeft opgeleverd. Op al deze huizen hier langs de weg is zo'n clusterbom gegooid. En een clusterbom is eigenlijk een bom met allemaal kleine bommetjes erin. Ja, en hier zie je de auto staan. Stonden nog netjes geparkeerd van de mensen hier. Waar je jarenlang voor hebt gewerkt, waar je jarenlang voor hebt gespaard. 2 mooie auto's voor de deur en dan is dit waarmee het eindigt. Of course they had guns, they had weapons, they could take anything, they could rape, they could shoot people, they could do everything because they had their power, they had their weapon. Some people actually were just shot in their cars. You will see some of them. Some of them, by the way, were living in the same house with the invaders. They say, we will cook here, we will do what we want. Do you know why they also attacked the civilians? Because that won't make any more result in invading Ukraine. They just were going to Kiev, from Belarus to Kiev. And why attacking civilians? Because why attacking civilians? Yeah, because if you see it like, okay, if you want to invade a country, it doesn't make any sense to attack. Yeah, but they needed to stay anywhere, yeah? They needed some food, because it seems they were not prepared for so long operation, special operation. They really had their food and supply for a few days and maybe for a week.
I'm not sure. And then they needed where to live and what to eat. That's why they needed like to take it by themselves. And all the other, we don't know if it was, we still don't know if it was an order of their generals, and then from, it means from Putin in general, or it was their initiative to do these awful things which they did here. We still can't be sure. Zowel Jochem als ik waren verbijsterd door alle verhalen van wat hier heeft plaatsgevonden. Mishandelingen, verkrachtingen, moorden. En dat alles op onschuldige burgers. Guys, and just to remind you here that we do not step really inside, yeah, because still some mines can be left by Russian men and they left this territory. Please be careful. En hier achter mij zien we een tank, de T-64. Het is een Sovjet en een Oekraïense tank uit 1960. En deze hoorden bij het Oekraïense leger. En om die reden hebben ze ook de Oekraïense vlag erop gelegd. En een knuffelbeertje om er eigenlijk aan terug te denken. Dat niet alleen de tank verloren is, maar ook zeer waarschijnlijk de mensen die daarin zaten. For me it's difficult. Difficult also very emotionally, yeah, because I can't feel my life is back to normal. It seems like that when we're in Kyiv, but inside of us, yeah, in our feelings, in our emotions, it's still a big trauma, yeah. And it's difficult to... It's stressful, the fact that everything can happen every moment. Yeah, it's very stressful. Yeah. Especially when we think of this nuclear threat, and yeah, after Chernobyl. De Oekraïense bevolking heeft uiteraard het drama van Tsjernobyl meegemaakt. Een van de grootste nucleaire rampen ooit ter wereld. In de zomer van 2021. Vorig jaar reisde ik ook af naar Oekraïne om Tsjernobyl te bezoeken. En daar zag ik met mijn eigen ogen de verwoestende effecten van radiatie. Oké, if you are in the epicenter you would die, but if you are close and you have really a high level of radiation, it's probably better to die, in my opinion. We gaan door naar Antonov Airport. Het vliegveld waar ik het eerder over had. De plek waar de Russen via de lucht zijn geland. We gaan naar complete dorpen die vernietigd zijn en spreken de mensen waarvan hun leven totaal veranderd is. Wil je dat zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog op deze video zodat we de 15.000 likes halen. En laat in de reacties weten wat jij nog graag over dit onderwerp zou willen weten. Dit was Govert in Oekraïne.